Dit is de podcast De Weg naar Succes. Van jongs af aan ben ik altijd bezig geweest met verschillende vormen van ondernemen. Toen ik jong was, had ik alleen geen kanaal om naar te luisteren met tips en tricks. Daarom ga ik in deze podcast elke week in gesprek met een succesvol iemand over zijn of haar weg naar succes. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste update en als eerste aflevering luisteren? Volg me dan op dit kanaal en mis niks. Ja, lieve luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van De Weg naar Succes. De gast van deze week, die, uh, ja, ik wou wel zeggen, die komt eraan, maar hij is er al. Ja. <laughs> Dries Roefink, ja. hoe is het met je? Leuk ja. dat je er bent. Ja. Het is een hectische dag vandaag. Omdat dit uh, ja, misschien een gek begin van deze podcast. <laughs> maar ik moet er zo even aan wennen dat sinds een paar uur liggen mijn gehaktballen bij een supermarktketen. De Jumbo, mogen we hem noemen hoor. Mogen we jumbo noemen. Nu, 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 <laughs> ik hoorde de hele morgen al geen Jumbo noemen. Dus, dus dat, uh, daar ben ik nogal druk mee. Dus Mark, dan vind ik het lekker om even een uurtje ertussen uit, even met jou babbelen, terug naar uh, mijn jeugd bijvoorbeeld. Ja. En, dat, uh, vind ik en op zo'n dag, waar ben je dan bijvoorbeeld heel druk mee? Heel veel pers. Heel ja. Veel, ja, veel pers. Vanaf dat berichtje naar buiten is, dan uh, ja, meldt heel veel pers zich. Ik heb uh, straks ook nog even shownieuws, en Boulevard, en Radio 538, en 100% NL, en Parol... Ja, ja dat gaat van de kant op. En, Dus iedereen wil je dan even spreken van uh, wat lezen we nou, weet ja. je wel? Ja, leuk. Hé, hey, jij bent geboren in januari 1959, zeg dat goed? 1 januari. 1 januari. Hé, hey, uh, wat voor jongen was Dries vroeger? Nou, 1 januari is een gekke dag om jarig te zijn, want ook... Uh, als iedereen joog, is brak. Ja, als Yogi thuis vond ik het jammer dat wij nooit visite kregen. Dus dat, dat, ja, dat was ik 6, 7 of 8 jaar en uh, nou, ik was jarig. De taart stond er wel, maar er kwam verder niemand. Nee. Want, want die zijn allemaal brak. Uh, later vond ik dat wel prettig, omdat ik heel veel op Audia's avond ook ging optreden. En dan vond ik het niet zo erg dat ik op 1 januari niemand zag. Hey, maar je hebt natuurlijk ook dan nooit echt je vier. Waarin vier jij dan in verjaardag? Is dat dan op de 31ste of vaak een week later pas? Ja, want dan kunnen ja. mensen natuurlijk. Bijvoorbeeld toen ik 60 werd, vier jaar geleden, toen dacht ik, uh, nou, nou moet ik wel even een beetje uitpakken. En toen heb ik een stuk of. 60, 70 mensen uitgenodigd. Maar de een is op wintersport en de ander is... Het is altijd een week dat er veel mensen ook weg zijn. Dus dan doe ik het een week later. Leuk. Even naar jouw jeugd. Want daar, januari, 1 januari 1959 ben je geboren. Wat voor, uit wat voor gezin kom jij? Je vader was voetbaltrainer, meen ik? Ja. Mijn vader uh, bioscoopportier en voetbaltrainer. Dus de voetbaltrainer was een bijbaantje. Hij trainde een am amateurclub. Trainde die uit de Jordaan. Het was voor hem een bijverdienste. Hij had zelf heel lang in die club gevoetbald. Maar hij stond dus uh, op de nieuwe dijk in Amsterdam. Uh, in de bocht van de nieuwe dijk had je twee bioscopen. De Parisienne en Centraal. En hij stond met zo'n portiersjas daar uh, voor de kassa. En de kassière erin. En als je binnenkwam met een grote zak dan bracht hij jou uh, naar je plek. Dat, dat heeft hij jaren gedaan, zeker 30 jaar. En daarnaast was hij voetbaltrainer. En ik had al een zus, uh, die was 12 jaar ouder dan ik. Die is helaas nu uh, zes jaar geleden overleden. Maar toen zij zeg maar twaalf was, toen werd ik geboren. Dus ik had ook meteen al twee moeders. Want toen zij 13, 14 was en, en, en ik twee, ging ze mij helemaal uh, bemoederen en ging ook met me in het wandelwagentje door de Jordaan. Dus daardoor zeggen mensen om me heen, jij bent redelijk uh, een verwend nest geworden. Want je had twee moeders, je krijgt altijd je zin. En was het zo dat je dan bijvoorbeeld bepaalde dingen tegen je zus zei die je dan niet tegen je moeder zei. Of, of, of was die, hoe was die band, zeg maar? Dat begon vooral. Uh, op de lagere school ging ik nog goed. Die klas heb ik uh, met plezier doorlopen en dat vond ik ook leuk. Ik kon op een gegeven moment naar de MAVO. Vanwege de, de cito test die wees daar uit, maar ik ging naar de LTS, naar een technische school, omdat een paar vrienden mij naartoe, daar naartoe gingen. Ja. En toen begon ik al vrij snel met spijbelen. Ik vond die school niet leuk. Er zaten geen meisjes in de klas. Ik kreeg een overal aan met een nummer erop. E13, ik weet het nog goed. En na een paar weken begon ik die school uh, te ontlopen. Dus wat ging ik dan doen? Na mijn zus. En die zei natuurlijk: Ja, maar dat, uh, daar kan ik niet aan meewerken. Want <laughs> <Ja. lacht> dan kwam mijn vader weer op visite. En dan duwden ze me in een kast met schoenen. En dan zat ik dan en dan hoorde ik mijn vader zeggen van, nou, hij is naar school gegaan. Ik zag hem wegfietsen. Ik heb hem nog uitgezwaaid. Maar ik vraag me wel eens af of hij wel altijd gaat. Ik ga die school eens bellen. Nou, dat klopt ook. Dus dat was het begin van het einde van mijn schooltijd. En was jij dan op school een, een, een jongen die, die heel populair was? Hoorde je erbij? Of was je juist een beetje ja, op jezelf? De lagere school hoorde ik er wel bij. Beetje bij de... Populaire figuren. Ik was nogal een sportfanaat. En, uh, nou, in de, in de hiërarchie zat ik wel uh, redelijk hoog in die zesde klas. Maar in, op die technische gal werd ik een, uh, een stille grijze muis. Ik deed helemaal niet mee. Ik vond het vreselijk. Ik dacht maar één ding. Ik keek steeds maar naar die klok. Hoe laat mag ik hier weg? Omdat je het gewoon niet leuk vond. Niet leuk vond. Ik heb daarna nou ook nooit meer iets met mijn handen gedaan. Ik heb een noot, een spijker in de muren geslagen of een deur geschilderd. Maar ik zat wel op de technische school. Dus dat was een hele foute keuze. En was jij, zeg maar, was jij in je schoolperiode veel bezig met vriendinnetjes en meisjes? Of was dat ook iets wat, je, wat, wat misschien pas later kwam? Nou, op die technische school zaten geen meisjes. Dus dat vond ik al jammer. Uh, nou ja, en kort daarna. Ja, zo op mijn twaalfde ging ik eens iets meer naar meisjes kijken. En... Nou, wat ik nog wel goed herinner, dat op mijn veertiende werd ik verliefd voor de eerste keer, Nou, dat vergeet je dus nooit. Nee. Dus op een camping in Schorl. En zij stond op een andere camping met haar ouders. Maar omdat ik niet naar school ging. En omdat ik maar beweerde van misschien word ik wel voetballer, vonden haar ouders mij nou niet de, de, de ideale toekomstige schoonzoon. En die vader die verbood haar op een gegeven moment om nog met mij om te gaan. Wow, van jou Dries, hoe kan dat nou? Ja, dat vond ik vreselijk. Maar begreep je hem of sloeg dat echt nergens op? Toen begreep ik hem niet. Nu zou je zeggen, want zij had uh, voor mij een relatie met een jongen. Die had al een auto en die was bijna tandarts. Dus die vader dacht, dat is een goede partij voor mijn dochter. Toen ging ze die relatie beëindigen in Soeterwoude. En toen zei ze, ik heb nu iets met Dries. Maar ja, ik was een jochie van veertien, er zat geen toekomst in. Dus die vader zegt, uh, dat wil ik niet. Ach. huilen, huilen, <laughs> tranen met tuit heb ik gedaan. <laughs> hey, um, jouw moeder was zangeres, die heeft gezongen met onder andere William Berti, Johnny Jordaan. Um, hoe, 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 hoe is dat begonnen, zeg maar? Wat, wat, hoe is dat daarmee begonnen? Was dat gewoon al zo? Of was dat voor jou gewoon wat, dat was al gewoon normaal? Wat, wat mijn moeder me wel eens verteld heeft, is dat haar moeder, toen zij een jaar of zes, zeven was, om, om, om eigenlijk om iets te verdienen, nam ze mijn moeder mee naar cafés, zette er op tafel. Dan zong ze twee nummers en ze kon uh, tap dansen. En dat deed ze dan. En dan ging mijn oma met de pet rond en dan ging ze naar het volgende café. Dus dat was een soort kindersterretje, mijn moeder al. Ja, en veel later, toen ze 20, 25 was, toen, heeft ze, toen is ze veel platen gaan maken. Go en ook een gouden plaat. Oh, is dat zo? Ja. En hoe heette die gouden plaat? Waarom? Waarom? Waarom kon je niet van me houden? Wow. Waarom? 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 Ja. Wauw, maar dat lijkt me wel bijzonder. Ik bedoel, je, 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 je bent natuurlijk nu zelf uh, artiest. Alleen uh, dat was dan eigenlijk. Dat, dat, denk jij dat jouw carrière, als je dan. Uh, is dat, heeft dat zich zo gevormd doordat je moeder deed wat, je, wat zij deed? Of was je daar toen helemaal niet zo heel erg mee bezig met muziek? Was je nog veel meer bezig met uh, ja, andere dingen? In eerste instantie, omdat mijn vader voetbaltrainer was. Die had zich ook voorgenomen, mijn zoon. Moet een voetballer worden. Dat zat hij echt in zich. Uh, vanaf ik kon lopen, rolde die al meteen een bal naar me toe. En ik kan me nog goed herinneren dat hij zei: ook met links terugtrappen en ook met rechts, die, die wilde maar dat ik voetballer werd. En uiteindelijk heb ik ook een paar jaar betaald voetbal gespeeld. En pas rond mijn achttiende kreeg ik meer interesse in muziek, in zingen, omdat ik steeds luisterde naar uh, Tom Jones. Engelbert Humperding. En in Nederland hadden we toen Ben Kramer. En daar kocht ik platen van. En op mijn kamertje, op zo'n pick-up, begon ik mee te zingen. En mijn moeder, die kwam naar boven. En als ze dan binnenkwam, daar stopte ik ermee. Want het je ik durf niet voor publiek te zingen. Nee. <laughs> maar, maar in mijn eentje, zo begon ik. Ben Kramer. En voel je dat dan last dat je vader heel erg dat voetbal in zich had? Of, of, of heb je daar heb je er echt last van gehad dat hij drukte was? Nou, hij was enorm trots toen ik ooit uh, een profcontract tekende in het Olympisch stadion. Dat is een onvergetelijke dag geweest. Dat ik zat te vissen in de ruifstelkade en hij floot van uh, boven komen. Dusje, aan, We gaan tekenen. Want hij had het bestuur aan de lijn gehad. Nou ja, wij daar een contractje tekenen voor drie jaar. Dat Olympisch stadion ja, was immens. Dus zijn. Zijn missie was geslaagd. Maar je hebt daar nooit een soort druk van ervaren. Dat, want ik kan me voorstellen, je, 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 je vond het vond je het echt leuk, zeg maar, voetbal of? Ik vond het geweldig. Ja. Je vond het wel ja, leuk. Ja, dus ja, het was ja, niet ja, zo dat je ja, dacht nee, van, ik nee, vind het nee, leuk. Nee, nee, alleen er kwam een periode dat ik moest kiezen tussen muziek, tussen zang, tussen optreden en, en voetballen. En toen heb ik wel aanvaringen met hem gehad, omdat ik, ik stond af en toe s'nachts boven op een bar te zingen op het Leidseplein. Dat kan uh, natuurlijk niet. En, en moest je de volgende dag spelen? ja nee, je weet, dat kan niet. Nee. En de trainer belde mijn vader ook van, uh, mijn vader heet ook Dries, die zei, Dries, als hij zo doorgaat, wordt zijn contract niet verlengd. Want we noemen hem nu al in de selectie de Nachtbraker. <laughs> ja, dat is geen goede bijnaam. Hè. Maar bijvoorbeeld als je ging zingen, was je nog aan het drinken heel veel? Of was het echt gewoon spelen en naar huis? Drinken ook. Ja, ook. drinken. Drinken Ja, we gingen niet samen. Ja hoor, ging ook wat drank in. En meisjes. En ik, ik, ook, ik ontdekte het nachtleven. En, uh, en dan zei mijn vader, 12 uh, uur thuis. Hè? Dan lig je half 1 in bed. Nou ja, dan kwam ik aan om half drie. En dan stond hij boven aan de trap. Godverdikke me. En je verpest dit. En je ga gauw slapen. En dan rook je. Je hebt gedronken ook. En ga, ga gauw water drinken. En dan ga je slapen. Hij wilde echt dat ja. jij. Hij had het echt in je. In, ja. en, en wat merkte ik dan? Ik wou het niet toegeven. Dat ik de volgende dag 10% minder was ja. in het veld. Ja en wel eens gewisseld werd, dat trainer zei... Dries, kom maar andere ander erin. Wat is er precies? Uh, je bent niet... Uh, ja, dat ja. een soort kater. Ja, maar Vrijdelijk. dat is natuurlijk als je drinkt. Ja, dat, dan krijg je dat natuurlijk. Ja. En ook als je laat gaat slapen. Hè, dat, dat, dat Die twee werelden, die, die botsen gewoon, lijkt mij. Ja. En wat was dan dat eerste actieve moment voor jou dat jij uh, ging optreden? Kan jij dat herinneren? Het eerste moment dat jij voor het eerst voor een publiek, of publiek hier ging staan. Ja, dus ik zong thuis veel. Mee, ja. mee. En zodra er iemand binnenkwam, dan, dan stopte ik ermee. En op een gegeven moment was ik met mijn zus en mijn zwager uh, op het Rembrandtplein. Had je een zaak die heette The Shorts of Londen. Uh, zit er nu niet meer, er zit nu uh, een koffieshop. Maar dat was een grote zaak. En er was altijd live muziek. Er zat altijd een trio te spelen: het trio Manke Een accordeonist, een drummer en een bassist. En die zaten er te spelen. En af en toe kwam er eens een klant, dat gebeurde daar. Die mag ik iets zingen? Dus de een na de ander sprong daar. Uh, en toen zei mijn zus tegen die Jaconnie: je, je moet hem eens roepen. Dries heet hij. Dus mijn broertje, die kan leuk zingen. En, uh, ja, dames en heren, daar komt hij dan. Dries roef ik <laughs> Oh, God. Ja. Nou, jongen. Met knikkende knieën. Ik heb no mijn zus zei: Je deed het wel aardig, maar je dorst helemaal niet in de zaal te kijken. Het leek wel of ik alleen maar naar mijn eigen schoenen keek. Zo heb ik een lied gezongen van Engelbert Humperding. Nou, het was. Wat een nerveusiteit. Maar, maar op een gegeven moment, dan wen dan, dan, dan je daaraan, zeg maar. Het um, duurt dat lang dat je die druk, of dat je, dat je op een gegeven moment wel naar boven durft te kijken en dan die zaal in, of vind je dan nog steeds lastig? Want ik heb nu het gevoel, nu van niet. <laughs> nee, we zijn 40 jaar verder bijna. En uh, dat vind ik niet meer lastig. Maar de eerste paar keer had ik nog steeds. Uh, en dit was maar een liedje. En op een gegeven moment belde er iemand naar huis en die had mij ook daar zien zingen. en Die zei tegen mijn zus: Wat. Mijn zus nam op, wat kost het als Dries bij ons op de camping een half uur in de kantine komt zingen? Dus toen hield ze de hand op de lijn, en zegt ze tegen mij: Dan Vraagt iemand wat het kost als jij komt zingen? Ik denk, gaan ze ervoor betalen. Ja, dat is mooi. Zeg. Ik weet niet wat ik geroepen heb: 400 gulden, geloof ik. Dat hoorde ik wel eens van andere zangers. René Vroger, die was toen net een beetje aan het doorbreken. En, uh, nou, toen ben ik naar die camping gegaan met een eigen geluidsinstallatie en uh, mijn zwager achter de knoppen. En toen heb ik daar een half uur gezongen en toen kreeg ik uh, 400 gulden mee. Nou ja, wow. dat was wauw. Ja. En we, we, weet je ook nog wat je daarvan hebt gedaan? Of heb je dat, ben jij iemand die dat dan spaart? Nou, ik ben altijd iemand geweest die heel veel geld op heeft gemaakt in restaurants. In restaurants. Ik heb een soort verslaving van zodra ik vrij ben, zoek ik een mooi restaurant op. En dan kan ik de hele avond vertoeven. Met mooie wijnen, met gerechtjes en de ambiance. En dat, dat is mijn manier van uitgaan. En dat was, ik, dat was het ook al toen ik 25 was. Ja. Hey, um, de eerste heer was Magdalena, zeg ik dat goed? Maria Magdalena is een liedje, dat was al van een Belgische zanger geweest. Mijn platenmaatschappij was toen Johnny Hoes. En die wilde dat met mij uitbrengen. En dat kwam uh, in de top 40. Ja. Ja, daar stond ik opeens tussen grote namen. Hoe voelde dat? Ja, Geweldig, en ik had ik zei ook altijd: Van uh, tegen mijn ouders, als jij nou dat radiostation opzet, dan zet ik thuis dat op, en een ander weer in de auto. Dat dus als hij gedraaid werd, dan horen we het. Ja, dan werd ik gebeld: Je bent op de radio, radio aanzetten. Geweldig, en um, het, het smaakte dat toen meteen aan meer dat je dacht: Dit is wat ik wil, dit is waar ik door in wil gaan, zeg maar. Ja, wat ik alleen jammer vond. Ik was altijd zo gek van die muziek van Tom Jones en, en Engelbert Humperdinck, wat ik je ja. zei. Die Engelse ballet achtige sferen, hè, dat zong ik het liefst. Maar ik merkte dat ik daar niks mee kon verdienen. De feestjes waar ik stond, daar zaten ze helemaal niet te wachten op, die Engelse ballads. En, en daar moest ik erg aan, aan, aan wennen. Maar ja, je gaat steeds meer geld verdienen, dus je dacht, nou ja... Dat repertoire wat ik echt mooi vind, dat zing ik dan wel eens een keer uh, als het kan op een ander feest. Maar daar kwam er heel weinig van. Maar uh, kunnen we dan stellen dat je dan op dat moment toch koos voor, voor, ja, voor het geld? Ja. Omdat je gewoon dacht, nou daar ja. zit gewoon geld, ik zie daar een ja. mogelijkheid, daar moet ik in springen. Kijk, ik vertel je net, ik had geen opleiding. Mijn voetbalcarrière heb ik zelf verpest. Ik zag opeens een mogelijkheid van, ik werd een bekende zanger. Hoe is het mogelijk dat? Dat overkomt je zomaar. En als je dan gaat kijken, wat heb ik nou deze maand verdiend? Ik dorst het niet eens meer tegen mijn vriendjes te zeggen, want wat ik in één avond verdiende, moesten hun een hele maand voor werken. Ik, ik dacht, nou, nou moet ik scherp blijven. Ja. Ja. En hoe bleef je dan nou scherp? Ja, door gewoon uh, steeds meer repertoire te leren, uh, door de weeks te oefenen, mijn kleding ging ik aanpassen. Opeens werd ik echt een act: dat ik dacht, hé, hey, ik voel overal waar ik het podium opstap. Ontstaat er een soort enthousiasme? Dit moet ik vasthouden en, en uitbouwen. Hey, um, er is een moment, op een gegeven moment in 2005, uh, kwamen jullie op televisie met je gezin, want je hebt natuurlijk twee kinderen. Um, de Roelvinkjes. Was dat ook het eerste moment dat je een stap naar tv maakte? Nee, toch? Wanneer was dat het moment dat je die stap naar tv maakte? Dat je echt, zeg maar. Ja, je bent natuurlijk eerst bekend van zingen in Kroegen in Amsterdam, in Jordaan. En op een gegeven moment ga je dan landelijk. Wat was dat moment? Nou, in, in die periode dat ik veel uh, platen uitbracht, bij die, bij die platenmaatschappij Johnny Hoest. dan heb je ook een promotieman. Dus je hebt een single op een gegeven moment zeggen ze nou, we brengen volgende week een single met je uit. En zo'n promotieman die gaat langs alle radiostations en tv stations. Ja. Nou, omdat ik al redelijk uh, bekend gezicht was, had ik dan een paar tv'tjes. Daar zei hij, oké, okay, met deze plaat hebben we drie tv's. Je bent een keer bij volle toeren. Je bent een keer bij Hit Bingo. En je bent een keer in de Vijf Uur Show. Maar dat is puur zingen. Hooguit. Heel even kort. Ja, heel kort. Ja. Introductie. En het lied zingen. Maar qua echt reality werd ik benaderd door de Amsterdamse zender AT5. En die zei Dries, we willen jou negen weken elke dag gaan volgen. Wat is daar nou aan? <laughs> ja, maar het dat, dat hele begrip reality had ik nog niet zo... Uh, gewoon, zodra je wakker wordt, zijn we er. En met die kinderen, je brengt ze naar school. Je gaat sporten, je gaat zingen. Je vrouw werkt in de horeca. En we vinden het fantastisch om helemaal te volgen. Ook zit je thuis gewoon rustig tv te kijken. De gesprekjes thuis. Nou ja, ik zit er moet ik even met mijn vrouw over praten. Ja. <laughs> nou, die zag het niet zitten. Nee, zo gaat niet alles met die kleine kinderen op tv. En dan jammer, het zou wel voor mijn carrière... Goed zijn. Best wel goed zijn. Ach, maar dat is maar AT5. En... Uh, de jongens zijn zelf gekomen. Marien van de Kooi en Jasper van Schravendijk. Schravendijk zit nog bij AT5 en Marien is nu een grote man bij WNL. En die hebben Lucien over de streep getrokken. Nou, toen zijn we het gaan doen. Uh, ik zal het iets sneller gaan vertellen, anders, want die, 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 serie, die, die serie is uitgezonden bij AT5 en SBS kocht die serie van AT5. Aha. Dus toen kwamen we opeens op de landelijke tv. En was je toen dacht je toen voor je dat toen als in uh, je gaat ja het ATV is natuurlijk een grote zender in, de, in Amsterdam maar dag je landelijk, dan moet je ook ineens herkend door het hele land denk ik of niet ja. Nou, was dat al een beetje, dat allerlei, al een beetje door... omdat ik natuurlijk tv'tjes ja. wel had gedaan en altijd in de bladen en dingen stond en allerlei uh, dus dat dat nou ja dat niet maar wat er wel gebeurde mijn agenda explodeerde dat jaar door iedereen ik... keek dat maar ja. ik ken het ook van vroeger want het was elke avond op SBS die, die, die reality shop. Ja. Je knipte me in stukjes van, uh, van zes minuten. Ja. Nou ja, en dan breng je toch schijnbaar zaaleigenaren op het idee: die man, die moet ik een keer in mijn zaak hebben. Nou ja, dus, dus ik voelde gewoon uh, dat die reality voor mij goud was. Maar eigenlijk ko koos jouw gezin dus voor, ook voor jouw carrière deden ze dat. Dus dat is natuurlijk best wel, uh, best wel cool dat ze daar ook heel erg meegaand mee waren, zeg ja. maar. En als, je dan nu, uh, als ik dan nu Dave hoor, die zegt, uh, kijk wat er vroeger gebeurd is, toen waren wij klein, dat we meteen al op tv waren. Daardoor heb jij ons eigenlijk niet de keus gegeven of wij nou ook een BNR wilden worden. Maar, want je, je Het is ontvangt, gewoon ja, zo, ja. En wat doet hij nu? Hij heeft natuurlijk enorm veel volgers op uh, ja. Instagram ook. Je ziet nooit het gezicht meer van... Mijn kleinzoon. Filmt hij zo dat het. <laughs> ik zie het al uit zijn achterhoofd. Dus daar beschermt hij hem voor. En, en snap je dat dan? Snap ik nu. Dit is een andere tijd. En als ik nu terugdenk naar mijn beslissing om gewoon het hele gezin te filmen. Gewoon face-to-face uh, -face, uh, op beeld. Snap ik het van toen ook. Als ik het nu zou doen. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Dave zegt dat. Dat wil ik niet. Je ziet het ook trouwens bij André Hazes. Ja, hè, die zie je ook met zijn zoontje. Die zie je nooit ja. helemaal. In het begin nee. wel, nu niet ja. meer. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen als vader dat je dan misschien schuldig kan voelen omdat je natuurlijk uh, uh, ja, nee, ja, je zo ongetwijfeld ook gesprek hebt gehad. Want die jongens, bedoel ja het hele land kent je. Het hele land kent ook je kinderen. Ik bedoel, dat lijkt me voor hun ook best wel een druk. Um, uh, heb je daar ooit schuldig over gevoeld of dat je daar gesprekken over hebt gevoerd omdat je daar achteraf spijt van hebt? Bedoel, aan de andere kant hebben ze er ook natuurlijk mededeling van jou... en halen ze er een carrière uit of hebben ze zich in ieder geval laten zien. Uh, waardoor ze een carrière hebben kunnen bouwen, zeg maar. Het ja. was wel zo, dat was op een gegeven moment, uh, zowel Dave als Don, die zeiden tegen mij, ik zou nooit iets in de media willen doen. Ik zou nooit een soort artiest willen worden. Ik wil geen bekendheid worden. Want die hadden zoveel camera's vroeger thuis gehad en die wisten niet anders dat alles kwam maar naar buiten. En ook wel eens negatief. Ja, tuurlijk. Dat, ze, dat Dave zei. Uh, nou ja, ik ga proberen model te worden. En hij werkte bij OCHE in de winkel. Ja. En, maar hij wilde niet echt een landelijke bekendheid worden. En Donnie hetzelfde. Maar toch is er een moment gekomen dat ze dachten, ja, maar om nou mijn hele leven in een kledingzaak te werken of in de bouw. Ja. Dus even goed nadenken. <laughs> Wat is, nou ja, dus daar komt ook weer het financiële ja. aspect naar boven. En um, als je dan kijkt naar nu, Ik bedoel je hebt echt, zeg maar, onwijs veel. Uh, op je naam. Ik bedoel, je bent nu ook, po je bent nu zelfs politiek verslaggever. Dat vind ik altijd heel leuk om naar te kijken. Um, uh, 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 hoe, ja, zeg maar, heb jij nog bepaalde um, dingen die je nog zou willen doen, of dat je zegt van, nou, dat lijkt me nog wel een keer gaaf om te doen. Ik bedoel, je doet zoveel. Ik bedoel, muziek, uh, tv, uh, uh, van alles doe je. Ja. Nu heb je gakballen in de winkel. Zeg ik maar heb ik gakballen. Ja. <laughs> en ik heb een samenwerking uh, met uh, wijnvoerder, ja. want ik heb dus afgelopen zomer succes gehad met die. Ja, maar dat vind ik dan ook wel leuk. Want als je, ik zeg maar, begrijp me niet verkeerd, maar als je. Kijk, uh, uh, je bent natuurlijk wel wat ouder dan bijvoorbeeld ik. Uh, maar je dan gaat wel. wel ja. ik, nee, maar ik zie je <laughs> ja. zeg maar wel dan. Ik vind het wel grappig om te zien dat je dan meegaat met de trends van nu. En dat je daar. Je bent daar heel erg actief uh, Kijk je naar bijvoorbeeld zo'n wijntrend, dat is echt iets. ja, Dat, 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 dat moet je ook maar verzinnen. En dat, dat, dat pak je wel dan helemaal op. Is dat dan toch dat commerciële denken van oké, okay, hier zit wat in? Of gaat dat echt spontaan? zoiets? En, dan, en dat je dan denkt. Hey, er uh, zijn twee dingen, de wijn en ballegak. De wijn is zo ontstaan dat wij vorig jaar zomer in Marbella waren. Ja. En ik doe mijn hele leven al. Men weet, als je met mij uit eten gaat, ik ben de wijnproever. Dus ja. ze zeggen ze altijd: geef Dries de wijnkaart maar. En nou, ik bestel iets, want ik weet er wel iets van. Ja. En dan krijg ze een beetje wijn. En dan ga ik een beetje interessant doen. Weet je wel leuk zo? Kijken. En, uh, nou, en dan keur ik hem goed of niet. Maar Donnie, die stond erbij, die zegt: Pa, die Spaanse ober. Die staat zo lang te wachten op jou. Kom op, nou, man. Ik, ik schaam me een beetje. Ga je dat morgen weer doen? Ik zeg ja, Dan ga ik eens filmen, zegt hij. Hij voelde: Van dit ziet er raar uit. Ja. Hij ging dat filmen. Nou ja, op het laatst zaten we met die vier filmpjes: 140 miljoen views. Ik zeg: Wat? Ja, je zit nu op 140 miljoen views. Ik zeg: Maar we hebben toch maar 17 miljoen mensen in Nederland? Dus dat is de hele wereld overgegaan. Had ik niet verwacht, natuurlijk nee maar het is ook wel leuk dat je kinderen daar dan weer helpen want ja. die zien dat dan die ja. zitten daar natuurlijk middenin en die denken dan pa we gaan je even... maar is dat dan ook dat ze de, moet je daar ook niet onwijs om lachen met elkaar want ik bedoel ja. dat is natuurlijk ook echt heel geestig ja. en toen kwam natuurlijk want ja je kan wel 140 miljoen views hebben ja. maar daar verdien je nog geen euro aan nee maar toen kwam wijnvoordeel.nl in die zeiden wij hebben een idee de drie van dries jouw drie favoriete wijnen gaan wij ja lanceren ja nou toen werd het voor mij natuurlijk weer leuk en zo'n deal is dat dan iets waar je dan eerst over na, als in, denk je daar dan zelf ook meteen over na, of denk je van, je, je wacht echt dat iemand je dan benadert of zo? Of over dit heel kort, heel kort. Hij belde me, hij zegt de drie van Dries, jouw drie witte wijnen, die bepaal jij. Je mag er veertig proeven, we kiezen de drie uit, die gaan we online brengen en een percentage van ja. die wijn gaat naar jou. Ja. Ik er nog geen vijf seconden na te denken. Ik zeg, dat doen we. Hé, hey, uh, daar komen we ook even op. Hoe ben jij zakelijk? Slecht. Ja? Ik heb goede mensen om me heen, maar ik, ik, uh, mijn, mijn mensen om me heen waar ik mee werk, die zeggen altijd: uh, jij kan geen nee zeggen. Dus dat is niet goed. Je kan niet bij iedereen, uh, hey, jij hebt me ook gevraagd voor dit. Ja. Uh, stel je voor, uh, mijn management denkt: nou, dat lijkt me geen leuke podcast voor jou, Dries. Dan zou ik toch gaan. Ja. Want ik denk: nou ja, je bent een leuke jongen. <laughs> dus dus je moet, ik ben niet selectief. Dus dat doet iemand voor me. In dit geval zeiden ze. Want zouden natuurlijk naar jouw vorige afleveringen geluisterd Is hartstikke leuk. Moet je gewoon doen. Leuk. Ja, ja en dat is natuurlijk ook. Uh, ik bedoel, ja, ik ben jong. Maar ik vind het altijd leuk als dan. Soms denk ik van, ja, waarom doen? Waarom zeggen mensen dan ja? Ik bedoel, ik kom net kijken. <coughs> en ja, ik moet me natuurlijk ook nog laten zien. Ja. Uh, maar dan vind ik het altijd heel leuk als mensen die al heel erg gevestigd zijn. dan toch ja zeggen. Omdat dat biedt ook. Dus dat is ook heel tekenend voor jou. Is dat dat biedt ook weer kansen aan nieuwe generatie. en om, om zich te laten zien, zeg maar. Ja. Vind je dat belangrijk? Ja, en ik, zeker. Ik denk voor jou belangrijk is dat je ze. Ja, je slaat ze op. En, en als, als iemand deze weer hoort, dan kan weer een collega van mij denken. Wat een leuk gesprek was dat zegt. Dat, dat wil ik ook wel. Het is een sneeuwbaleffect. Ja. Uh, ja, ik heb wel eens meegedaan aan een podcast uh, bij Telegraaf, maar die ging puur over sport, over ja. voetbal. Nou ja, daar zit ik niet helemaal meer. Op mijn plek, ja. weet je wel. Kijk, jij vraagt me nou, hoe ben je begonnen? Ja. Ja, dat is natuurlijk leuk om te, om te vertellen even voor mensen van, uh, hoe ben je nou zo'n bekend uh, figuur geworden? Ja. ja. Hé, hey, um, ik moet ook wel, ik bedoel, ik, 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 ik kan me ook voorstellen dat mensen vinden het ook wel dat, ik bedoel, je hebt natuurlijk je hebt die reclame gedaan met die gele speedo en je hebt uh, de bepaalde, nou, dat wijn. dan bijvoorbeeld, dat mensen soms ook kunnen, kunnen lachen om je als een soort, ja. Ja, een soort gimmick, zeg maar. Ja. Uh, vind, je dat, vind je dat irritant? Vind je dat jammer? Of, of, of denk je, dat, dat doet me niet zoveel? Want uiteindelijk is dat ook, dat heb je ook heel commercieel uitgewerkt, ge, zeg ja. maar. Nou, de, dat de, de zwembroek. Uh, ja, het is moeilijk. Als, ja. Heb heeft je ook heel veel gebracht. Ja, die heeft me ook heel veel gebracht. Maar het ook wel jaren heeft het me achtervolgd. Dat waar ik ook op een strand loop... en wat ik ook voor kleur zwembroek aan heb, daar hoor je van ver af roepen... Hey, Dries... Je hebt je gele zwembroek niet aan. Ja, er wordt wel eens een beetje, word je wel eens moe van. Maar nou, aan de andere kant, ik mag er niet over klagen. Het waren twee commercials voor de ANWB. Uh, eentje met Hans Klok en eentje alleen. Nou ja, met die zwembroek. Uh, je ziet hem zo nog voor je. Het, is, het, ja, het heeft me toch wel neergezet. En, en ja, je, je zou je kunnen afvragen, wat had er gebeurd als het een zwarte zwembroek had geweest? Maar ja, geel was nou eenmaal uh, de ANWB-kleuren. Ja, ja het is niet zo dat ik daar nou wakker van gelegen heb. Dat mensen, ja, tuurlijk moet je daarom lachen. Dus zie je mij lopen met een telefoon, zo'n klein zwembroekje aan. Maar ja, goed. maar ja, dat is toch ook gewoon hoe dat is. Ik kon hem toen... hebben nog toe. <laughs> hey, uh, wat, wat mij, ik heb eigenlijk twee vragen die ik me heel erg afvraag of je die ooit nog zou willen doen. Ik heb nooit begrepen waarom jij nooit in de toppers hebt gezeten. Of zit. Is ja. dat, heb, heb je daar ooit gesprek over gevoerd? Is dat, uh, hoezo is dat? Je past perfect daarin. Ja, nou, toevallig. Uh, het afgelopen jaar heb ik zowel van Gerard Joling als van Jeroen van de Boom gehoord. Wij zijn aan het lobbyen met de oppertopper, René Vroger, om jou in ieder geval een keer als gast te ontvangen. En dat je dan één of twee liedjes even alleen doet. En dan komen wij erbij. En wat ze wel eens meer met mensen die doen. Dus nu pas. En dat vind ik ook jammer. Want je zou het wel willen. Ja. Me fantastisch. Maar één nummer of gewoon in die hele toppers? Nee, ik zou niet uh, echt een topper willen worden dat je die hele show met hun mee moet rijden. Maar één nummer, dus het uh, nummer waar ik altijd mee opkom, ik kom eraan, ja. dat zie ik helemaal voor me. Als ik die arena binnenkom lopen en je doet dat nummer. De boel ontploft. Je kan erop wachten. Nee, de boel ontploft. En als hun er dan bij komen en ik zing nog wat met hun tien minuutjes of vijf minuutjes zat. zat. Maar is het, wat is dan de reden dat je dat niet nu, 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 nu hebt gedaan? Ja, ik ben niet gevraagd. Wat gek, hè, in al die ja. jaren. En ik heb René wel binnenkort in de podcast, dus ik ga het hem vragen. Ja, ja meteen maar vragen. Ik <laughs> ik en ik ben de afgelopen twee maanden twee keer bij hem thuis geweest. Uh, dan zitten we even gezellig te babbelen. Dan, denk dan, dan heb je toch dat gesprek? Maar dat, dat wil ik niet doen. Maar dat denk ik steeds... Nou komt hij, <laughs> nou komt hij met uh, die vragen, maar, de, maar komt niet. <laughs> ik kom niet. Dus regel je uit. Ja, ik ga me. even tegen. hem zeggen, ja, tuurlijk, <laughs> maar ik, vind, ik, denk dat iedereen wordt gek. Ik zie mezelf al staan, zeg maar. Ik ga vaker naartoe. Alleen, ja. het is natuurlijk, het, het gaafste wat er is, vind ik. Ik qua Nederlandse... Nederlandse. het is te gek. Uh, ik vind, je, je hoort daartussen, tussen. Ja, het zou ook werken. Kijk, als ik nou denk, nou ja, dat moet je ook niet doen met mij, want dat werkt niet. Maar dat, nee, het, het zou dat, werken. Dat, dat werkt direct. direct. Ja. Hey, uh, en het songfestival? Dat heb ik Waarom al, ja. jij niet? Ja, ik heb het twee keer geprobeerd. Eén keer was ik 32, heb ik een inzending gedaan. Uh, en vorig jaar, of, of twee jaar geleden alweer? Ja. Twee jaar geleden alweer. Dus toen hebben we ook een lied opgenomen, omdat het in, uh, in, in, in Italië was. Hebben we een lied opgenomen, Return to Rome, met een clip. Zijn we naar Rome gegaan met een hele ploeg, met een drone. Boven Vaticaan staat, je wil niet weten, dat nummer staat online, moet je ooit eens kijken. kijken. Uh, serieus ingediend. En toen kreeg ik een mailtje. Op een gegeven moment: Dries, jij zit niet bij de laatste tien uh, uh, inzendingen ja. van de. zei die nou? 350 inzendingen. Jij zit niet bij de laatste tien. Nou ja, het was een prachtige Engelse ballad. En misschien was hij niet van nu, maar ik dacht juist: tussen al dat geweld, al die rare liedjes, gewoon een zanger. Met een mooi lied. Gewoon iemand. Ja, die, ja. Maar ik vind ook het Zongfestival. Want soms doen we lachen over andere landen. Geen huh, huh, gekke geit. Alleen het Zongfestival is juist een festival waarin je je land laat zien. Dus je moet toch iemand sturen die in dat land bekend ja. is of groot is. Of, ja. En dat ben jij. Ja. Nou, kan je je wel afvragen. Kijk, eh, natuurlijk wilde ik het graag eh, twee jaar geleden nog. Maar moet je een zanger van in de '60'? Moet je die nog sturen, waarom niet een zanger van. Ja, maar ze sturen ook Mia Dion. Die hebben ja, geen eens podium ervaren, nog nooit met ja, een eer gezongen. Moet ja, ja. je die dan sturen? Ja, het is heel raar gegaan dit jaar. Dat is natuurlijk ook gek. Ja, met die Duncan Lawrence, die opeens alles ging bepalen. Die mocht het liedje maken, die mocht de productie doen, die mocht het op zijn label uitbrengen. En niemand had meer wat te vertellen. Nee. Nou, je voelde al meteen in het begin. Die mensen die kunnen het nog, nog niet. Nee. Nee. En het is ook zonde, want ook voor dat soort artiesten. Is het super zielig, vind ik. Want ik zit erna te kijken, denk ik. Oh mijn god, maar als jij nog nooit met een in-uur. Ja, ik heb ook nog nooit mee gezongen, ik kan niet zingen. Maar dat, dat die kan je natuurlijk niet sturen. Nee, ze dat te weinig uh, ervaring. En het belangrijkste was: uh, dat hoorde ik wel meteen. Het nummer stond niet in de goede toonsoort. Nee. Dus ze kwamen er amper bij of net niet bij. En ze moesten van alles uit de kast halen. ...om die nootjes te raken. Nou, onder druk gaat dat dan mis. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Oké, okay, we zetten hem in een andere toonsoort... ...waardoor je het gewoon zacht, heel mooi mee kan zingen... ...met veel backing vocals. Maar toen was alle energie uit het nummer. Dus er zijn een paar fouten gemaakt daar. Ja, die commissie, die moet uh, opstappen ja. nu. Cornel Maas en uh, Jan Smit, oh, die was al opgestapt. Ja. Die moeten allemaal opstappen, vind ik. En dat mag voor mij een nieuwe aanvoerster worden. Ik heb dat laatst al bij op één gezegd. Uh, Ilse de Lange. Nou, je hebt natuurlijk op een gegeven moment heb jij uh, bij tv gaan doen. Familie, het, het hele gezin. Uh, dan ben je best wel. Ja, iedereen ziet natuurlijk jou en je gezin als ja, het gezin van Nederland. Zeg maar, alles klopt, dat is goed. Nou, hoe verder ook niet ingaan op op hoe of Maar op een gegeven moment hebben je natuurlijk je zoons hebben hadden even een met elkaar, even geen contact. Um, hoe kijk jij dan, dan naar, qua, qua <kümelijk> naar naar buiten toe? qua imago, niet, niet per se op het, op het akkefiet zelf, maar gewoon... Ik ben eens benieuwd, want dat doet natuurlijk... Los van als vader ben je ook met je carrière. Je, het hele beeld kan veranderen. Nou, ik vond het natuurlijk vooral vreselijk dat Dave en Don elkaar een jaar niet gesproken hebben. Ja. Dus ik heb natuurlijk wel tien keer een soort... Uh, mediator. Ja, mediator. Een poging. Eerst ging ik met Don praten en... Uh, Nee, opa, ik heb even geen zin in hem nu. En andersom, uh, had Davis weer. Nou ja, als hij nog geen zin heeft, ik zie het wel, joh. Ik ben niet boos op hem, maar uh, hij ziet alle, allerlei dingen anders. En uh, dat komt wel weer een keer. Dus ik bleef daar maar. Uh, en op een gegeven moment zei mijn ex-vrouw: Ga nou maar niet zoveel van die pogingen doen, want uh, je maakt het alleen maar erger. Nou, toen ben ik daarmee opgehouden. Maar ik kreeg natuurlijk. Kijk, ja, ik kon nu de vraag. De vraag van iedereen. Hoe zit dat nou, Dries? En hoe erg vind je dat nou, Dries? Dus dat was een echt een vervelende periode. Ja. En uh, hoe, uh, zeg maar, was je dan op dat moment ook bang... dat dan het imago van de familie kapot zou gaan? Of deed je dat niet zoveel? Want daar ben je toch mee bezig. Je bent ja. heel je leven iets aan het bouwen. Ja, ja. ja. Nou, het, op, in dat jaar dacht ik vooral... Uh, dat dit moet goed komen, Twee broers, dat moet goed komen. Hoe krijg ik dat nou voor elkaar? En natuurlijk dacht ik ook wel... Ja, omdat ik steeds die vraag kreeg heb je wel met de media ook te maken? Maar ja, nee, nee, nu was het in eerste instantie, ik moet dit eerst goed krijgen weer. Praat het nou uit. Nou, wat bleek nou? Daar gingen ze zitten. Toen wisten ze niet eens meer waar de, waar de ruzie nou precies over was gegaan. Nou, ja, nou moet je het <laughs> erop zeggen. Dus nou, dan ben ik weggelopen. Ja. En toen hebben ze nog een uur gezeten. En omhelzing en tranen. En uh, nou, het is ook uh, altijd goed gebleven. Kijk, Dave die zat in een moeilijke periode. Best wel behoorlijk... Uh, ja wat drinken en, en die was uh, van het pad af en die leefde meer s'nachts dan. En Donnie was het daar helemaal niet mee eens, die is een tegenpol. Dus dat ging botsen. Ja. ja, maar ook mooi dat je uiteindelijk ziet dat de liefde van broers, dat gaat natuurlijk, ja. dat, gaat, dat ja. is altijd heel sterk. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja. We liepen vorig jaar in Mabelja en waren we op vakantie en toen was er een moment, hoe het komt weet ik niet, maar we liepen door een steegje en toen liepen ze naast elkaar. En ik liep er zo'n minuutje achter. Nou, zijn twee van die uh, goed gebouwde jongens. Ja. Weet je, Daar hou ik van. Ik denk, jezus, ik, ik heb wel twee leuke zoons. Ja. Weet, die mooie zoons of zo. Zo'n warm gevoel kreeg ik. En toen dacht ik ook, wat ben ik blij dat ze weer gewoon uh, leuk ja. met elkaar gaan. Nou, ja, dat is natuurlijk het, uh, het uiteindelijk het allerbelangrijkste. Hey, uh, heb jij nog bepaalde doelen? Je gaat het concertgebouw doen. Dat is natuurlijk helemaal uh, gaaf. Heb je nog andere doelen die... die, die, die die je zou willen ooit? Ah, ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Kijk, ik heb toen in 1994 een show gegeven in het Concertgebouw. Dus ja. nu, 30 jaar later, ga ik dat weer doen. En toen, in 1995, heb ik een show gegeven in Carré. Toen ben ik geboren. <laughs> nou ja. Dus, dus wat wil ik nou graag? Nu, aanstaande 6 november, op maandag, is mijn show in het Concertgebouw. Uh, die is gelukkig al uitverkocht. Dus dat, dat vind ik een fantastisch gevoel, dat ik daar niet meer aan hoef te denken. Dat is zo'n magisch gebouw, zeg maar. Dat, dat ja. is zo in, in, ik ben er één keer heb ik er gewerkt, maar dat was zo Ja. Wat een, wat een gebouw. Niet me. normaal, ja. maar ja. ook de geschiedenis nee. die daar ligt is natuurlijk... Ja. Nou ja, dus voor mij, uh, het was ook een idee van mijn zoons. Die zeiden, je hebt dat toch tot dertig jaar geleden gedaan? Moet je nu weer een keer doen? Het ja. is een goede periode voor jou nu. Gewoon aankondigen, concertgebouw, goede band, een paar gasten en... Uh, nou, het was zo snel uitverkocht. Dus dat gaf mij een goed gevoel dat ik nou met nog vijf maanden te gaan... dat ik weet dat die show al vol zit. En dan wil ik daarna nog eens een keer proberen... om hetzelfde kunstje te herhalen in Carré. Nou, dan... Uh, nou ja, dan is het niet en klaar. Dan hè? misschien nog een keer gast bij de toppers. Ja. Nou, en de Ziggo bijvoorbeeld? Dat is me te groot. Denk je dat echt? Ja. Nou, ik denk, dat, ik denk uh, niet dat dat me lukt. Nee? Nee. Hoe kan dat nou? Hoe ja. kan Dries ik de Ziggo niet vol krijgen? Ja. Ja, dat is mijn gevoel. En als er een paar mensen zijn die zeggen: Dries, maar we gaan het toch met je doen. Je hoeft dat zelf niet te organiseren en zo. Nou, ah, dan zou ik me wel overgeven. Maar zelf, als ik het zelf zou moeten organiseren, zou ik zeggen: Nee, je moet wel weten waar je, ja, waar een beetje je plafond ligt. En ik schat in dat ik heus wel 5000 mensen kan trekken, maar geen uh, 15.000. Dat schat ik in. Nou, laten we eerst even deze twee doen dan, ja. en dan toch, ja. dan, ja. dan uh, ja. kunnen we vanuit daar door. Als, nou, als er nu iemand aan het luisteren is die denkt van, nou, die, wat Dries doet en de carrière die Dries heeft gehad of heeft, um, uh, die ambieer ik ook. Wat zou je iemand aanraden? Wat zou je iemand willen meegeven? Hoe zij dat kunnen gaan doen? Geen school dus, eigenlijk. Of wel? Nou, kijk, ik had, dus vanuit mijn voetballerij, dat ik zo langzamerhand ging zingen, voelde ik al meteen... Je moet wel een bekende zanger worden. Dus je kan wel prachtig gaan zingen in een koor of, of, of op de achtergrond. Maar hoe ja, word je nou een bekende zanger? Dan moet je ook een soort relatie opbouwen met de media. En ik voelde al lang van, er zijn bepaalde journalisten ook belangrijk toen begin jaren negentig. Ja, die, die moeten mij ook iets gunnen. En, en, en dat is ook toen uh, ontstaan. De, de hoofdredacteur van Story was toen uh, Ton de Wit. En die kwam dus bij een optreden kijken. En toen heb ik tegen hem gezegd: Ton, zullen we morgen eens uh, iets gaan eten in een restaurant in Amsterdam? En die begon mij uh, als een soort vriend te zien. En die, en die schreef de leukste artikelen over mij, waardoor dat weer in andere bladen kwam en in tv-programma's. Dus iemand die nu begint, moet je niet onderschatten hoe, hoe belangrijk. Want toen had ik nog geen social media. Hoe belangrijk de media is, die kunnen je maken en breken. Je kan prachtig zingen, maar als men er niet naar kijkt, niet over schrijft en niks laat zien. Nee, dat vind al ik soms ook wel lastig als je dan kijkt naar nieuw talent. Soms zie je echt mensen met talent en dan denk je, ja, dat is wel gek dat mensen dat niet zien, maar het zit hem, dat, dat marketingdeel en inderdaad, dat gunnen is zo'n belangrijk, cruciaal onderdeel ja. van dat vak. Elk, elk, in elke branche heb je dat natuurlijk, maar mensen moeten het je echt gunnen ook factor nou ja die bekant altijd wel gaat waar komt dat denk je door ja het is altijd moeilijk om over jezelf te ja maar is dat denk dat, je dat, dat ik, jij misschien ja ik denk dat dat is omdat je gewoon inderdaad wat jij zegt is dat je uh, 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 altijd open staat voor, voor een gesprek en interesse toont en ook ja. uh, niet onbelangrijk <coughs> een stukje jezelf spot moet Tuurlijk. je wel hebben toen met die zwembroek of uh, ik heb in een film gespeeld, uh, I Love Dries. Nou, je wil het niet weten. Als je die film nu terugziet, dan leg jij een duik. Ik moest mijn grootste fan uh, zwanger maken, want ze hadden me ontvoerd. Nou, dat was mijn script. <laughs> uh, dus een stukje zelfsport vinden mensen ook altijd leuk. Ja, ik ben natuurlijk ook een uh, beetje de vader van de familie. Ja. Uh, toen Dave erg onder vuur lag, heb ik ook op mijn manier toch steeds de pers te woord gestaan. En dan, dan las ik veel reacties van mensen... Nou, er is dit, 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 dit vertaal je goed. Want je zegt eigenlijk, natuurlijk is het helemaal fout wat hij gedaan heeft. Maar het is toch mijn zoon. En ik blijf natuurlijk ten alle tijden <coughs> achter hem staan. Dat, dat begrepen heel veel mensen wel. Maar ik dook niet weg. <coughs> nee. Ik dook niet weg. Nee, maar dat is dus, denk ik. Uh, ik had bijvoorbeeld laatst hier van een in de podcast. En tegenwoordig, dat zie ik bij heel veel artiesten ook in, in mijn ander werk wat ik doe, is dat heel veel artiesten die hebben dan toch dat zie ik ook bijvoorbeeld nu bij Duncan Lawrence die heel erg dan wegduikt en da dat helemaal wegduwt. terwijl je moet de media is ook je vriend en je werkt samen. Het is gewoon een vak, het is een wisselwerking. En ik zie soms artiesten die dan helemaal wegduiken en een bepaalde arrogantie met zich mee hebben, terwijl tegenwoordig kom je er niet meer weg. En inderdaad, ik denk dat de manier hoe jij het, 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 het benadert en door inderdaad gewoon een reactie te geven, gewoon het contact te zoeken, uh, eerlijk te zijn, open. natuurlijk hoef je niet altijd alles te vertellen en natuurlijk gaat niet iedereen alles aan. Maar niet verstoppen. Dat, dat werkt, zo werkt het niet. De, de meest donkerste dag uit mijn carrière is dat uh, een concert van mij in Ahoy met nog drie weken te gaan niet doorging. Er waren te weinig kaarten verkocht. Een sponsor trok zich terug. Uh, het was een drama. Ik kwam niet verder dan 4000 mensen. En de, de promotor zei: Dries, we moeten de stekker eruit trekken. Want dit gaat heel veel geld kosten. Want we hadden op 9 of 10.000 gehoopt. Wat zijn er maar vier. Nou, er werd dat aangekondigd. Ahoy-concert van Dries gaat niet door. Nou, wie je dan allemaal aan de lijn krijgt. Ja. Maar toen heb ik de hele dag ook met allerlei journalisten toch wel opgepakt en verteld hoe het gegaan is. Kijk, als je op die dag niet bereikbaar bent, ja, dan, uh, dan word je, maar zeg maar, op Amsterdamse gezegd, geslacht. Ja. Maar dingen zijn soms zoals ze zijn, toch? En mensen zijn dan bang voor al mijn mago en mijn gezicht. Maar als je gewoon eerlijk ja. antwoordt, ja. Het is ja. ook wel wat het is. En sommige reacties uh, was toen van. Uh, ja, dat begrijp ik, want uh, wie gaat er nou naar nou, hooi? Dat begrijp ik, dat hij te weinig... En sommige reacties zeiden, nou, het was een dappere poging. Ja. En misschien was het iets te hoog gegrepen. Ik praat over een jaar of zestien geleden. Ja, maar ik, ik reageerde wel. Ik zei gewoon, jongens, het is me niet gelukt. Ja. Het gaat niet door. Ik vind het vreselijk. vreselijk. Ja. Iedereen kreeg zijn geld terug. Vierduizend <laughs> mensen kregen geld teruggestuurd. Vier tientjes of zo, weet je. Hé Dries, ik... Um, uh, nog even ter afsluiting zeg maar want um, uh, uh, terug naar dat deel om sorry niet normaal ja. het gaat zo ja. snel ja. maar um, hoe je dus een beginnend artiest zou aanraden om te komen waar jij nu bent zeg maar hoe, hoe wat raad je ze aan uh, nou daar praat ik even voor een zanger of een zangeres ja ik, ik kan niet praten over een actrice nee. of een uh, dat, dat weet ik niet precies zanger uh, Social media niet uh, onderschatten. Uh, neem een liedje op waar je zelf voor duizend uh, procent in gelooft, maar begin niet te mooi. Begin niet te mooi. Probeer je ook altijd in je achterhoofd te hebben van stel je voor: ik kom nu in een vol gezellig krankcafé binnen en mijn plaats staat op. Wat gebeurt er dan met het publiek? Zakt men dan weg of. Kijk, die ballad, die kan later nog wel eens een keer. Maar ik zou toch vooral, als je, als je begint nu en je bent twintig jaar, een nummer opnemen waar binnen vijf seconden iedereen op tafel springt. Zo wat, weet je wel, een, een knaller. Dat, dat zou ik adviseren nu. En gaan wij jou ooit nog Engelstalig horen zingen? Nou, in het concertgebouw zeker. Ik heb drie Engelstalige albums opgenomen. Ja. Uh, en enkele keer, want ik heb wel eens van die dinner-shows, dus dan kom ik drie keer uit, tussen de gangen door, doe ik drie keer uh, twintig minuten. Ja. De eerste gang doe ik dan altijd uh, die Engelse ballads. dan hoor je een hoop mensen zeggen: Oh, dat wist ik niet. Dat je dat, je dat ook zingt. dat moet je meer doen, weet je ja. uh, nou, Of ik nou nog een keer zo'n album op ga nemen, weet ik niet. Maar in het concertgebouw denk ik dat de verhouding 30% Engels is, 70% Nederlands. En vind je dat dan, als we teruggaan naar vroeger, nog steeds. Uh, uh, het toch het leukste om te zingen? Of heb je nu zoveel Nederlands gezongen dat je dat eigenlijk leuker vindt? Ik vind het leuks om mensen te verbazen. die mij kennen van uh, het lied wat jij net aanhaalt. Ja. Maria Magdalena. of Ja, ja, ik kom. dat soort uh, feestmuziek. En als je dan opeens met een soort. Frank Sinatra-achtige song komt. dat mensen denken: hè? Is, dat, is, is dat, dat ook Dries? Dat vind ik leuk. Dus die gezichten wil ik zien in het concertgebouw. En die reacties zou ik willen horen na afloop. Dat ze zeggen: goh, ik heb een paar liedjes van je gehoord. Die vond ik echt geweldig, maar ik wist niet dat je dat deed. Hey Dries, ik wil jou uh, onwijs bedanken. Graag. We gaan jou uh, zien in het concertgebouw zien in Carré. Dat is nog niet aangekondigd, maar we gaan het ja, zien. Ja, ja, het. En ik ga René een even vragen naar de toppers, want ik vind dat jij daar natuurlijk helemaal bij hoort. Kijk. en uh, ik, uh, ik sla mijn drank vast in om daar los te kunnen gaan. Uh, voor de luisteraars, onwijs bedankt voor het luisteren. Ik vond het uh, ja, heel, nogmaals heel leuk je met je en ik vond het heel leuk om dit even aan te horen van je. Uh, ja, en tot de volgende. Dank Thanks. Dank je wel. Was gezellig. Dank je.